specialist. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory Het Steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huizen. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huizen. In onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huizen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuizen.com. Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Lingewaard Lokaal Info Live. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, dat vertel ik u direct, maar wat ik u eerst wil vertellen is een antwoord op de vraag die we vaak onderweg krijgen van ja, ik kan jullie niet zien, want jullie zijn alleen maar te zien bij UPC. Nou, dat is al sinds 2 maanden niet meer zo. Namelijk alle glasvezelproviders die onder de kop van KPN zitten, die geven Lingewaard Lokaal ook door. En in ieder geval voor KPN is het op kanaal 629. En als u elke week kijkt, dan moet ik hem even goed houden, in het gemeentenieuws, ik zal hem even recht houden, daar staat elke week onze programmering in. Dat is de programmering van de radio, maar er staat ook meteen in wanneer we een nieuwe live uitzending hebben. En helemaal onderaan staat met name ook wie ervoor gaat in de Eucharistische viering via de kerkradio. Dus elke week in het gemeentenieuws kunt u onze programmering vinden. Nou, wat gaan we vandaag doen? We hebben een uitzending vandaag met veel sport. We gaan rugbyen, we gaan straatspeeldag spelen en we gaan basketbal doen. Daarnaast hebben we voor u informatie over de aanstaande werkzaamheden in de Loostraat van Voorstraat in Huizen.
want die gaat gedurende 4 maanden dicht. En een hele hoop mensen kijken iedere keer raar op als er wordt gesproken over druivenkrenten. Ja, zijn dat nu krenten van druiven of is het iets wat je doet? Nou, Henk Geertsen van Mejavota gaf ons daar uitleg over. We beginnen met een onderwerp over topsport, want dat mogen we gerust zeggen. Batouwen Lektek is een volleybalvereniging uit Bemmel. Zij spelen op landsniveau en hebben vorig jaar hele goede resultaten behaald. Dit jaar voor het nieuwe seizoen werd het een beetje spannend, want de financiën bleven achter. Reden om voor Wim van der Bos te gaan kijken in hun sporthal waar de Batouwen spelen. Hey, goedemiddag, we staan hier in sporthal De Bongert. Terwijl achter ons voor de volleybalvereniging Kidang de teams voor het nieuwe seizoen bekend worden gemaakt, gaan wij vooruitkijken met Batouwen, de basketbalvereniging uit Bemmel, naar het komend seizoen. Ze gaan weer Eredivisie spelen, de dames. En we gaan eens even kijken met mensen van het bestuur, Cor de Jonge en de nieuwe trainerstaf, hoe dat het komend seizoen eruit gaat zien. Je bent bestuurslid bij Batouwen. Ja. Welke portefeuille? Portefeuille PR en technische zaken. Dus verantwoordelijk zeg maar, voor de contacten naar de pers. En voor de technische zaken, dat wil zeggen zeg maar, zorgen dat we een goed team hebben en dat de technische staf ook goed bezet is. Afgelopen seizoen is een wat hectisch seizoen geweest. Hè? Wisselende successen. Dames 1, play-offs gespeeld, bekerfinale. Ja. De dames onder de 20 kampioen geworden bij U18. Hoe kijken jullie terug op het afgelopen seizoen? Ja, het was eigenlijk toch voor ons, als je kijkt naar afloop, een mooi seizoen. We hebben heel hard moeten werken omdat we een relatief klein team hadden qua aantal speelsters. Maar als je kijkt naar de resultaten aan het eind van het seizoen, dan mogen we zeker niet ontevreden zijn. En ja, met het nationaal kampioenschap van de onder 18, dat was natuurlijk echt een kers op de slagroom, om zo te zeggen. Dat was fantastisch. Ja. En als we nou ook even terugkijken naar het eind van het seizoen. Het was in die zin ook hectisch, wat je ook leest op de website van jullie. Was er überhaupt nog wel een kans dat er volgend jaar Eredivisie gespeeld werd? Hoe is dat gegaan? Nou, het is heel spannend geweest. Dat had financiële redenen, zoals je weet. We hebben pech gehad met een aantal sponsoren het afgelopen jaar, die onverwacht wegvielen. Daardoor kwamen we eigenlijk financieel in de problemen en zijn we niet al onze afspraken na kunnen komen. Nou, we hebben gezegd, zo'n seizoen willen we niet nog een keer. Dus we gaan alleen aan het volgende seizoen beginnen als onze financiële basis gezond is. En dat hebben we gelukkig kunnen bewerkstelligen. Daar zijn we in geslaagd via allerlei acties. Via de help van en de hulp van heel veel vrienden, moet ik ook eerlijk zeggen. Vrienden van Batouwen. En nou ja, dat heeft er in ieder geval in geresulteerd dat we nu een gezonde financiële basis hebben om volgend jaar Eredivisie te kunnen spelen. Een gezonde financiële basis, dat is toch uniek te noemen, of niet? Jullie zijn een basketbalvereniging in het oosten van het land. De enigste in Nederland, hè? De rest zit allemaal in het westen. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, je moet soms wat geluk hebben. Soms heb je ook wel eens pech, zoals ik al net beschreef. En je moet ook soms geluk hebben dat mensen je wat gunnen. Dat is toch vaak waar je tegenaan loopt. En er zijn toch ook, het blijkt toch dat we een hoop goodwill hebben gekweekt met het werk van de afgelopen jaren. En waardoor mensen ook bereid zijn zeg maar, om de helpende hand te bieden financieel. En dat is uiteindelijk gebeurd en dat heeft ons enorm geholpen. En als je nou kijkt naar het komend seizoen, de financiële huishouding is op orde. Ja. Kunnen we starten in augustus met de Supercup? In principe natuurlijk wel. We zijn wel bezig om het team te versterken. We zijn natuurlijk een paar speelsters kwijtgeraakt. Zowel aan de jongere kant als bijvoorbeeld Anouk Biesters, waar je zo meteen ook mee praat. Die gestopt is, wat natuurlijk een enorme aderlating is voor het team. Dus we zullen ons moeten versterken. Daar zijn we hard mee bezig. Dat valt tot nu toe nog niet mee. Maar we blijven er hard voor werken en we gaan er toch vanuit dat we straks in eind augustus, begin september een goed team hebben staan. Volgend jaar hoofdcoach van de Batouwen 1. Hoe is het zover gekomen? Goed zover gekomen. Nou, ik ben al jaren bekend bij de club en ik heb ook al verschillende teams hier getraind. Ik heb een tijdje nu niks gedaan. Dat wil zeggen niet op verenigingsniveau. En op het eind van het seizoen is het bestuur bij me geweest en gevraagd of het volgend jaar dames 1 willen coachen. Nou, dat doe ik heel graag. Als we kijken naar jouw carrière als trainer-coach, hè, trainer van de Bond geweest, Aalsmeer heb je getraind, Magic, de heren. Mm-hmm. Wat is deze stap, hoe kun je die beschrijven dan, richting Batouwen? Dat is een stap die me in ieder geval erg bevalt qua afstand.
Hè, 8 minuutjes op de fiets en ik ben hier. En ja, het is een vereniging die natuurlijk nauw aan mijn hart ligt. Met de speelsters, een aantal speelsters die ik ook al vrij lang ken. Ook vanuit de jeugd die doorgestroomd zijn waar ik mee gewerkt heb. Ja, Eredivisie niveau dames is gewoon een mooi niveau om als trainer coach bezig te zijn. We zijn er gestaard om 2 goede mensen in de staf te vinden. Dus wat dat betreft, het is een enthousiaste club. Dat hebben we ook gezien in de moeilijke tijden. Mensen staan erachter. Kortom, voor mij wel belangrijke dingen om hier aan de slag te gaan. Nu zeg je ook een nieuwe staf. Ik heb net Cor horen vertellen, jullie zoeken nog een aantal speelsters. Vanuit de jeugd, die zijn kampioen geworden. Waar zijn die allemaal gebleven? Vanuit onder 20 zijn een aantal speelsters naar het talentencentrum in Amsterdam gegaan. 3. Dus dat is wel jammer, want 2 daarvan zouden ongetwijfeld volgend jaar een plekje hebben gekregen in Dames 1. 1 van de speelsters gaat voor een half jaar naar het buitenland, dus die is ook nog niet beschikbaar. Dus aan de onderkant van het zusscore bij de jeugd missen we er 3. En ja, dan zijn er weer een aantal die hier een goed seizoen hebben gespeeld. 2, ja, die kunnen nu hogerop gaan spelen. Dus je zoekt nog nieuwe spelers? Ja, we zoeken in ieder geval 2-3 nieuwe speelsters. We kunnen het ook wel uit de eigen vereniging weer een beetje aanvullen. Maar we hebben in ieder geval wat lengte nodig, zoals wij dat zeggen. Een mooie uitdaging voor het komend seizoen. Hè, jullie beginnen met de Supercup. Een redelijk nieuw team. Hè, daar zitten wat speelsters die blijven. Hoe ga je dat aanpakken als coach? Nou ja, goed, we hebben wel vaker met het bijltje gehad. We gaan eerst maar eens even afwachten wat voor type speelsters we erbij krijgen. En dan gaan we de tactiek samen even bepalen. En dan gaan we rustig gewoon aan het seizoen beginnen en bouwen. Ook een beetje bouwen, zodanig dat er iets komt te staan waar we toch wel 2-3 jaar mee vooruit kunnen. We willen ook graag speelsters aan ons binden, wat dat betreft. En wat jou betreft met René van der Wielen de komende 3 jaar? Nou, de bedoeling is in ieder geval dat we nu met z'n 3 starten. Ik heb 2 jonge, ambitieuze assistentcoaches. En mocht een van mijn taken zijn om een van die 2 coaches op te leiden tot hoofdcoach, dan doe ik dat ook heel graag. Ja, daar sta je dan, hè? Als kerstverse, hoe noem je het, assistent-trainer van de Dames 1? Ja, inderdaad. Iets anders dan ik zelf had verwacht eigenlijk. Ik had gehoopt om nog een jaar, of misschien nog wel langer zelfs door te gaan als speelster zelf natuurlijk. Maar nou ja, nu een andere rol, maar ook leuk. Ja, zeker. Want je bent zo geblesseerd dat verder spelen geen optie meer is. Ja, nou ja, gedurende het seizoen, afgelopen seizoen wel veel last gehad. Vooral van de knie, dat was eigenlijk de voornaamste reden. En nou ja, ik heb daar zoveel last van dat het gewoon niet haalbaar is om zoveel te trainen en te spelen. Nee. En hoe is dat in de verwerking? Die beslissing die is natuurlijk nog redelijk vers. Ja, nee, ja, dat is heel lastig geweest, emotioneel ook. Ik heb daar, ik heb zoveel getraind, gespeeld. Zolang is het deel van mijn leven geweest, zeg maar. Dus dat was geen makkelijke beslissing. Maar ja, ik weet wel dat het noodzakelijk was. Dus en ik ben nu blij dat ik een andere soort rol kan vervullen. Maar dat was heel moeilijk voor me, ja. Ja, als we even kijken naar die nieuwe rol, ook bij Batouwen, assistent van René van der Wielen. Hoe is dat? Ja, ik heb nog onder René gespeeld, dus ja. Ik ken René natuurlijk goed, dus ik weet wat, of ik denk ook te weten wat we een beetje aan elkaar hebben, zeg maar. Dus ik zag dat wel zitten, ja. Zeker. En wat wordt jouw rol in de staf? Eigenlijk denk ik een beetje dat ik voortbeduur op mijn rol wat ik vorig jaar had, zeg maar, als speelster of als leider en aanvoerder. Dus meer richting die meiden en dat René in grotendelen ook zeg maar de grote lijnen uitzet. En ik richting de speelsters. Ik heb natuurlijk uit eigen ervaring ook gezien en meegemaakt dat ik die rol goed kan vervullen. Ja, je hebt natuurlijk veel gewonnen, hè, in je basketbalcarrière, hè, veel meegemaakt ook. Gaan die meiden daar straks profijt van hebben? Ja, dat is wel de bedoeling. Anders had ik daar niet van overtuigd was. Nee, dan had ik het niet gedaan. Maar ik denk wel dat ik zeker van toegevoegde waarde kan zijn, ja. Ja. Allereerst moet ik jou eerst even feliciteren, hè, met het kampioenschap van onder de 18 dit seizoen. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Feest gevierd? We hebben een goed feestje gevierd met de meiden inderdaad. Ja. Ja. De staf die erbij was en de meiden hebben een mooie prestatie neergezet, denk ik. En dat hebben we zeker niet ongeschonden voorbij laten gaan. Uitgefeest inmiddels en dan kijken we naar het volgende seizoen. En in één keer zit je weer in de staf voor het Batouwen 1, de dames. Hoe is dat? Dat was al wat langer dat ik daar met René contact over had. Dat hij mij in ieder geval in de staf wilde hebben. En dat we daar eens naar gingen kijken wat daar onze rollen in zouden zijn. Dus die switch was al redelijk snel gemaakt. Het seizoen was van onder 18 was nog niet helemaal voorbij, zeg maar. En
toen werd er al gesproken over het volgende seizoen met dames heen. Dus dat ging allemaal wel redelijk snel in elkaar door. Ja. Afgelopen seizoen heb je ook volgens mij de videoanalyses gemaakt. Hè? Wat wordt jouw rol in de komende staf voor het komende seizoen? Ik heb afgelopen jaar inderdaad onder andere videoanalyses gemaakt. Ik was bij alle trainingen en wedstrijden betrokken. Dat zal ik komend seizoen ook gaan doen. Ik zal met René en dan ook samen de trainingen geven en de wedstrijden. En daarnaast zal ik met René samen ook de wedstrijden en de tegenstanders analyseren. En daar onze tactiek op aanpassen en op uitvoeren. Ja. En nu heb ik begrepen dat de selectie nog niet helemaal compleet is. Gaat dat goed komen? Dat denk ik wel. Ja, daar kijk ik met name eventjes naar meneer van de PR. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen. Ja, dat is wel de doelstelling. Dat we daar een mooi team op de been gaan brengen om in de Eredivisie te gaan spelen. Ja. Want jij kent René ook al van vroeger van het basketbal dat je zelf ook speelt. Ja, René heeft mij een jaar training gegeven bij Heren 1. Hier ook bij Betouwen. Dat jaar zijn we ook kampioen met René geworden, dus ik ken René ook al wel redelijk goed en al wat langer. Ook mijn cursus, mijn basketbal, ben nauw betrokken geweest met René, dus wij kennen elkaar wel redelijk goed. Nu heb je afgelopen seizoen bij ook betrokken geweest, hè, bij Dames 1. Hè? Dus de meeste of een heleboel spelers die het komende seizoen gaan spelen, ken jij. Bij het WK voetbal doen we dat ook, maar heb je een prognose voor het komende seizoen als we gaan kijken? Jullie spelen Supercup, competitie, waar gaat het eindigen denk je? Durf ik echt niet te zeggen. Dat ligt helemaal aan welke speelster er heeft erbij gaan komen. Dat we inderdaad een hele mooie basis hebben om verder op te bouwen. Maar goed, zowel in de breedte als in de diepte zullen nog wel wat speelsters erbij moeten gaan krijgen. En een doelstelling, gaan jullie die wel nog vastleggen? Daar zullen we denk ik met het bestuur om de tafel voor gaan zitten om daar een mooie doelstelling aan vast te knopen. Maar dat is dan niet gebeurd. Nee. Ja, en dan even excuses aan de basketbalclub. Betouwen. Ja, ik schijn jullie in de presentatie te hebben aangekondigd als volleybalclub. En daar zit toch een wezenlijk verschil tussen. Maar desalniettemin, het was een heel leuk onderwerp. En de basketbalploeg natuurlijk heel veel succes in het nieuwe jaar. Succesformule? Ja, al 454 jaar. Tenminste, anders corrigeert mijn gast die nu aan tafel is aangeschoven en dat is Jeroen Matthijssen. 445 jaar. 454 jaar. 54, ja precies andersom, ja. Ja. In 2010 hebben we 450 jaar jubileum gevierd. En dan binnenkort is weer een feestje. Binnenkort kunnen we weer een feestje gaan maken, ja. Volgend jaar. We maken nu zo overal feest van, hè? Zodra we de kans krijgen, maken we overal een feest van. Ja. En 450 is natuurlijk een groot evenement geweest. Maar ja, 455 wil je ook niet aan je neus voorbij laten gaan. Dus er zal wederom extra aandacht aan besteed worden. Ja. De Huissense Omdracht, als ik me dat voor geest haal, dan zie ik over het algemeen een hele grijze deken. Gekleed in allerlei kleuren. En nu zit er naast mij een jongen van tussen de 25 en de 30. Ja, 27 jaar. 27 jaar en die is voorzitter van de Huissense Omdracht. Hoe kom jij bij de Huissense Omdracht? Wat heb jij met de Huissense Omdracht? Nou, ik ben natuurlijk van oudsher ben ik katholiek opgevoed. Ik ben al sinds klein kind ga ik naar de kerk. Ik heb daar in het kinderkoor gezeten. Ik ben missionaar geweest. Nou, ook met de scouting kwam ik al in aanraking met de Huissense Omdracht. Ik heb meegelopen als edelknaap, vaandeldrager. In de loop der jaren ben ik ook deel gaan nemen aan de activiteitencommissie van de kerk. Die ervoor zorgt dat er, als er een evenement binnen huis is waarbij ook de kerk geopend is. En dat we daar zorgen dat daar ook in de kerk dingen te bezichtigen zijn. Via daar ben ik gevraagd ook om toe te treden in het Omdrachtbestuur. Nou, daar heb ik ja op gezegd. Tweeënhalf jaar later is het gaan spelen dat mijn voorganger Wim Hopperijs het stokje over wilde gaan dragen. Ook omdat hij van mening was dat we meer jongeren bij de Omdracht moeten gaan betrekken, ook in het kader van het voortbestaan. Daardoor ben ik gevraagd als voorzitter en daar heb ik ja op gezegd. En zodoende ben ik sinds 1 januari 2013 voorzitter van de Huissense Omdracht. Ja. Als het ware een hele carrière opgebouwd binnen de kerk. Klopt. Misschien een moeilijke vraag of een vraag die helemaal niet klopt. Maar waarom doe je dat allemaal binnen de kerk? Waarom doe je dit bijvoorbeeld niet binnen een voetbalvereniging? Voetbal trekt mij sowieso niks. Nee. Nee, en ik ben, zoals al aangegeven, ik loop al van kind af aan bij de kerk. Ik vind het ook wel belangrijk dat de kerk voort blijft bestaan.
Of in ieder geval, kijk, je ziet dat het natuurlijk steeds minder wordt. Ook met de sluiting van een aantal kerken binnen Lingewaard. En er zijn bepaalde tradities ook, als ik het zo mag noemen, die gewoon voort moeten blijven bestaan. Ja. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ja. Nou, om de woorden van Wim Hoprijs dan aan te halen, jong bloed, door blijven gaan, maar ook vernieuwen. Wat zou jij, en dan ga ik even terug toch naar jouw kerkelijke geschiedenis, om het dan zo maar te zeggen. Wat zou jij nou binnen de kerk veranderen? Of wat zou je denken dat er veranderd zou moeten worden om meer jongeren naar de kerk te krijgen? Nou, ik denk dat je in eerste instantie, als je met betrekking tot de Umdracht, niet veel moet gaan veranderen. Mm-hmm. Want ja, anders maak je een traditie die echt een betekenis heeft, maak je misschien iets van wat minder... wat niet gezien wordt als echt iets van vroeger uit. Ja. In heel modern kun je het niet maken. Nee. Je kunt natuurlijk wel met de tijd meegaan. Het enige wat wij moeten veranderen is het zorgen dat het aantrekkelijk wordt gemaakt voor de jeugd. Dat de jeugd en de jongeren zich betrokken gaan voelen bij wat er speelt. Ja. En daarvoor moet je denk ik wel een stukje religie aan de kant schuiven. En je moet het niet wegvloeien, maar je moet minder de druk leggen op het religieuze aan dit gebeuren. Ja, want kijk bijvoorbeeld naar de EO Jongerendag in het Gelderdom. Ja, dat is nog razend populair. Ja, dat is gewoon een feest. Ik bedoel, ja, ik zou daar graag tussen willen staan, maar ja, ik ben te oud ervoor. Ja. Dus, terug naar de Umdracht. Wanneer is die dit jaar? De Umdracht is volgend weekend, zondag 22 juni. Ja. Het begint om 10:00 met een eucharistie. Drie heren? In het Latijn of in het Nederlands? In het Nederlands. Gewoon in het Nederlands? Ja. Ja. Oh, deel van de mis zal trouwens ook in het Latijn, Latijn zijn. Ja, want met name de ouderen, die vinden het fantastisch, hè? Ja. Drie heren, zoals ze dat dan zeggen. Het geeft toch een extra dimensie aan het gebeuren. Ja. Ja. Is het een normale eucharistieviering of is die aangepast ten opzichte van de Umdracht? Het is natuurlijk wel de eucharistie die gericht is op Sacramentsdag. Ja. Daarin zal ook het thema en een stukje Husse 700 ook aan bod komen. Maar het is wel specifiek te maken met de Umdracht ook. Ja, dan de sacramentsprocessie, daarin gaat het sacrament mee. Ja. Die wordt elke keer gedragen door een geestelijke, als ik het goed heb. Mag dat ook een pastoor doen? Want we hebben een pastoor in Lingewaard en een pastoor, hè? Ja. Mogen ze dat alle twee doen of mag dat alleen... Ja, anders moeten we even back-uppen naar het externe geheugen van ons. Wim Hoprijs die op de vloer zit. Ze mogen het alle twee? Ja. Ja, oké. Okay. Goed. Als voorzitter van het Umdrachtcomité, loop jij dan voorop? Of? Nee, ik loop gewoon mee in de Umdracht. Gewoon ik heb geen speciale plek. Ja. Afgelopen jaren loop ik al mee als hemeldrager, dan wel lantaarendrager. Dus dan zorg je bij, dan loop je bij het Baldekijn, waar ook het Allerheilige in meegenomen wordt. Ja. Maar er is geen speciale rol vastgelegd binnen op de dag zelf binnen de Umdracht. Waar je zegt van nou, daar hoort de voorzitter te lopen. Ja. Dan achter het Baldekijn, loopt ze of rijdt ze? Ze rijdt. Ze rijdt. Ja, dus ze rijdt zelf. Hoe bedoel je? Ze rijdt in een rolstoel, zoals iedereen weet. We hebben het over de burgemeester. We hebben het over de burgemeester, ja. En ze is heel stellig in dat ze zelf wil rijden. Dus ze wordt niet voorgeduwd. Ze wordt niet geduwd? Nee. Alleen als het lastig wordt bij Santa Maria, daar moet je natuurlijk de heuvel op. Ja. En daar kan het zijn dat iemand van een van de wethouders haar een handje helpt. Een handje helpt, ja. En dan de bult af. Gewoon loslaten. Dat komt vanzelf beneden. Nee. Ja. Jeroen, weet je zo uit je hoofd hoeveel groepen dat er meedoen? Het zijn, even uit mijn hoofd gezegd, toch wel tegen de 25 groepen aan, ieder jaar die meelopen. Mm-hmm. Dit jaar hebben we ook een nieuwe groep. Dat is mooi. Ja, er is een initiatief gekomen. Ook in het kader, kijk, er gaan natuurlijk steeds meer kerken sluiten. We zijn uiteindelijk van Husse naar Lingewaard gegaan. Ja. Om ook de dorpskernen om ons heen te betrekken bij de Husse Umdracht. Daardoor is het idee ontstaan om van iedere dorpskern een vlag te dragen tijdens de Umdracht.
Daar zijn nu ook genoeg vrijwilligers voor. Mm-hmm. En ze lopen als nieuwe groep mee. Ja, oké. Okay. Maar dan maak ik heel even een klein zijsprongetje. Je zegt, we zijn nu Lingewaard geworden. Ja. Er staat nog een Umdracht, sacramentsprocessie, op de agenda voor het eind van de maand. Ja. En daar hoor ik allerlei hele onheilspellende berichten over. Klopt. Het is daar het is al een langere tijd de vraag inderdaad of in Angeren de Umdracht ook door zal gaan. Nou, dit jaar uit mijn hoofd gaat die ook door. Ja. Binnen ons bestuur moet ik heel eerlijk bekennen dat er ook niet duidelijk is of zij na dit jaar nog voort zullen bestaan. Ja. Ik hoop natuurlijk voor hun van wel, maar als het gezien de ontwikkelingen ook niet meer gaat, dan kan ik me ook goed voorstellen dat zij gedwongen zijn de Umdracht te moeten stoppen. Ja. Ja, want ook daar hoog reisgehalte. Ja. Ja, dat was het probleem, tekort aan vrijwilligers. Ja. 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 Goed. Oké, we beginnen in Huissen met het opbouwen van de Umdracht om op zaterdag? Op zaterdag, ja. Op zaterdag worden Wie de Hielanders al gebeld. Daar hebben we een straatteam voor. Ja. Gewoon binnen ons comité. Er is een groep vrijwilligers die met de handen in elkaar willen slaan om natuurlijk de Umdracht op een goede manier neer te zetten. Die beginnen zaterdag ochtends al met bouwen. Op vrijdag is er al een groep aanwezig die alle attributen uit de toren haalt. Zaterdag, zoals aangegeven, wordt het gros opgebouwd. Zondagochtend gaan we daarmee verder. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk de nacht van zaterdag op zondag niet alles in het centrum laten staan, hè, vanwege de uitgaansgelegenheden. Ja. Je weet nooit wat er gebeurt. Zondagochtend gaan we ermee verder. En dan om 10:00 hopen we met z'n allen klaar te zijn. Ja. Maar dan is het hopen dat de bouwers dus ook weer in hun beste zwart in de kerk kunnen zitten. Ja, inclusief mezelf. Ja. Er wordt snel tussendoor even omkleden. Ja. En dan gaan we in functie weer verder. Ja, oké, dan om 10:00 de viering. Duurt ongeveer tot? Ongeveer 10:45. Ja. Om 10:45 gaan we starten met het opstellen. En we hopen om 11:00 de Umdracht in beweging te krijgen. Ja. Het eerste plaatje wat ik me op het netvlies heb staan bij de Huissense Umdracht, dat zien de peerden. Ja. Zijn die er ook weer bij? Die zijn er ook weer bij. Ja? Die lopen vooraan. En de man met de band? Die loopt erachter. Ja. Goed zo. We gaan alle rustaltaren af. Die hebben allemaal een bepaalde betekenis, hè? Waarom dat ze daar staan. Klopt. We starten bij het eerste rustaltaar, dat is aan de Walstraat. Ja. Die staat symbool voor de jeugd. Vervolgens trekken we door naar het marktplein. De markt staat natuurlijk symbool voor de oogsten, de vruchtbaarheid. Want vroeger, toen Albert Heijn nog niet stond, had je die hele weilanden waar je gewoon ver weg kon kijken. Ja. En, ja, dus het symboliseert op die manier de oogsten en de vruchtbaarheid. Vervolgens gaan we door naar Sancta Maria, wat symbool staat voor de ouderdom. Waarbij we het laatste rustaltaar naderen, dat is bij de begraafplaats. Die staat voor het einde van een levenscyclus. Want die is verplaatst, hè? Die is een aantal jaar geleden al verplaatst, ja. De begraafplaats niet, maar het rustaltaar. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Dan komen we weer bij de kerk aan en dan gaan we het lof in. Dan gaan we naar het lof. Ja, dat duurt hoe lang? Dat duurt meestal tussen een half uur, drie kwartier. Ja. En dan afsluitend met een vendelhulde. Buiten op het kerkplein. En dan mag de vicaris, als ik het goed heb, over de gildevlag inlopen. Het gilde van, want dat is een hele uitzonderlijke eer, hè? Ja, topt. Ja. Huissen Bloemenstad, die kreet die kent iedereen. Ja. Maar dat spiegelt zeer zeker ook tijdens de Huissense Umdracht. Overal heel veel bloemen, ja. Heel veel planten met name. Hoe komen jullie daaraan? Nou, we hebben gewoon een kweker die speciaal voor de Umdracht planten kweekt. Die begint een paar maanden van tevoren met het proces. Die houdt het ook goed in de gaten en die zorgt ervoor dat op de dag van de Umdracht de plantjes er op zijn best bij staan. Ja. Deze planten worden dan verspreid door de stad. Hè. Daarvoor hebben we al de bloembakken. Ja. Waarna ze na het lof opgehaald worden en ook weer voor de verkoop aangeboden worden voor een schappelijk bedrag. Ja. Het gaat er niet om de winst te maken, maar mensen kijken, anders moeten we ze weggooien, dat is natuurlijk zonde. Voor een klein bedrag mogen de mensen ze komen afhalen. Ja. En deel daarvan gaat ook naar de Umdracht in Angeren. Oké. Dat doen we al jaren. Die verkoop die vindt plaats voor de kerk, hè? Voor het kerkplein, ja. En
Weet je ongeveer tot hoe laat dat gaat duren? Afhankelijk van de voorraad. We hebben 2 jaar geleden gehad, toen was binnen 2 uur alles weg. Ja. Nou, het kan ook zijn dat natuurlijk niet alles weggaat, maar we proberen toch om 5 uur wel te stoppen met de verkoop. Ja. Want na 5 uur komen er heel weinig mensen. Als ik mee wil lopen, hè? Ja. Stel dat ik het volgende week in 1 keer in mijn bol krijg van ik wil die Undracht meelopen. Kan ik dan als parochiaan of als Lengewaarder zo aansluiten? Je kunt sowieso altijd aansluiten. Er is ook een groep die in het procesje meeloopt. Gewoon voor iedereen die maar wil. Ja. Die zitten gewoon allemaal in dezelfde groep. Dus voor iedereen die wil, mag meelopen. Ja. Mensen die nou nog meer informatie willen hebben, of die op dingen zitten te wachten die wij niet verteld hebben, of jij niet verteld hebt, ja. Waar kunnen ze dan nog meer informatie vinden? Nou, we hebben sinds vorige week een nieuwe website. Of tenminste, we hebben nog steeds een website, maar die is vernieuwd. Ja. Die is www.huissenseumdracht.nl. Nou, die gaan we vanaf heden weer up-to-date houden. En daar kunnen ze informatie halen. Ze kunnen ook informatie halen eventueel bij ons secretariaat of bij onze PR-meneer. Mm-hmm. Maar dat is allemaal te vinden? Die is allemaal, adresgegevens en contactgegevens zijn allemaal te vinden op de website. Oké. Okay. Nou, wij staan natuurlijk ook bij evenementen zoals de Huissense Dag en zoals afgelopen week met Pinksterweekend. Toen stonden we ook in de kerk met een wat informatie over de Undracht. Ja. Dus in principe genoeg goed, mogelijkheden. Goed, nou, laten we hopen dat onze lieve heer volgende week niet op vakantie is. Nee. Dat we een mooie stralende dag hebben, want dan wordt het weer een hele mooie Undracht. Meestal gaat het goed. Meestal gaat het goed, ja. Ja. Nou, ik heb ooit als tamboertje nog eens meegelopen gehad bij een muziekvereniging. Ja. En ze zeggen wel eens geen droge draad meer aan het lief, maar toen hebben we echt een flinke dots gehad. Maar oké, laten we zeggen dat was voor het stof. Ja. Hey Jeroen, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Heel veel succes met de Huissense-Undracht. En blijf lopen zou ik zeggen. Het gaat goed komen. Oké, we zien elkaar volgende week nog. Goed, dat is de Huissense-Undracht. We blijven even in Huissen, want een hele hoop bewoners van de Van Voorstraat en de Loostraat komen de komende maanden toch een beetje knal te zitten. Want eindelijk wordt er begonnen met de reparatie van het riool in die straat, maar ook met de herinrichting. Afgelopen woensdag was er een inloopavond in de oude raadzaal in Huissen. U bent projectleider voor een prestigieus project, mogen we zeggen, voor een hele hoop inwoners van Huissen. Eindelijk renovatie, riolering en herstructurering Loostraat van Voorstraat. Laten we beginnen bij de riolering. Is die zo slecht momenteel? Er zijn een aantal stukken die echt wel behoorlijk slecht zijn. We hebben natuurlijk, dat weten veel mensen, de ervaring uit het verleden, dat we al een paar keer een probleem hebben gehad, gat in de weg. Die stukken moeten sowieso nog aangepakt worden. Hoekbrede straat is heel slecht. Maar er zitten ook best wel stukken tussen die slecht zijn. Maar niet zodanig dat ze echt met spoed vervangen moesten worden. Maar omdat we nu een herinrichting uit gaan voeren, gaan we direct combineren, uiteraard. Dus de hele riolering gaat eruit? Er gaat een heel groot deel van de riolering gaat eruit. Die wordt daadwerkelijk vervangen. Een ander deel gaan we relinen. En dat houdt in dat we van binnenuit een nieuwe buis in de bestaande buis gaan maken. Die vervolgens weer 50, 60 jaar mee kan. Dat wordt een kunststofbuis? Dat wordt een kunststofbuis, ja. Dat zijn kousen. En die worden door middel van verhitting of UV-licht worden die verhard aan de binnenkant van de bestaande betonbuizen. Is dat een proces wat over het algemeen gebruikt wordt of is dat iets nieuws? Nee, dat is een proces die al enige jaren bestaat. Het wordt steeds meer toegepast omdat het grote voordeel heeft dat de weg er niet voor uit hoeft. En je hoeft dus ook niet veel bronbemaling toe te passen. In dit geval gaan we het doen omdat een van de strengen, die ligt heel erg diep. Dat is eigenlijk ook de streng waar een paar jaar geleden de weg heel lang voor opengelegen heeft. En de andere streng die loopt onder een bestaande rij bomen door die we in ieder geval wilden behouden. Als we praten over riolering, hebben we het dan alleen over vuil water? Nee, dat is een gemengd stelsel. Dus dat betekent dat hier zowel vuilwater als ook regenwater doorheen gaat in één stelsel. Dus wel in één buis. Ja. En dan gaat
het vervangen of het repareren, renoveren van de riolering gaat in één lijn tegelijk met de herinrichting van de straat? Ja, ja. De herinrichting vindt plaats in vier hoofdfasen. En per hoofdfase wordt zowel het riool als ook de herinrichting uitgevoerd. Dus de rioolvervanging en de herinrichting. De enige werkzaamheden die wellicht wat anders gaan lopen in de planning, dat is het relinen. Dat komt omdat je daarvoor niet de grond in hoeft. Dus die kan onafhankelijk van de fasering uitgevoerd worden. Ja. Maar dat ligt nog even bij de aannemer. Waar gaat u beginnen? Wij gaan beginnen op de hoek van de Brede Straat. En dan gaan we vanuit de Brede Straat wordt gewerkt richting Kruigang. Vervolgens is de kruigang zelf, de aansluiting met de kruigang, kruispunt, is een aparte fase die weer opgedeeld wordt in twee deelfasen, zodat de kruigang ontsloten kan blijven. De kruigang is namelijk een doodlopend stukje wijk en die proberen we op die manier dan bereikbaar te houden. Ja. Vanaf het moment dat u dus op de kruispunt Breestraat Loosstraat begint, zit dus ook de weg dicht? Ja, ja, klopt. Vanaf aanstaande maandag gaat de weg dicht voor doorgaand verkeer. Ja. Aansluitende wijken die krijgen allemaal omleidingen, zodat ze daarmee bereikbaar blijven. En hoe lang denkt u voor het eerste stuk nodig te hebben? De eerste fase die zit er volgens mij voor, als ik me niet vergis, 4 weken in. Exact. Ja, uit mijn hoofd durf ik zo niet te zeggen. Maar het hele werk gaat in ieder geval duren van ongeveer half juni tot begin september. Verwachting is dat begin september de weg weer open gaat. En dat er daarna alleen nog werkzaamheden naast de weg plaats hoeven te vinden. Wat is het moeilijkste punt of het moeilijkste werk in dit hele project? Er zitten een aantal lastige punten in. Er zit een vrij grote overstortput in op de hoek van de Duistere Straat. Wat wel een redelijk ingewikkeld klusje kan worden. Eigenlijk het meest ingrijpende van dit werk. Kijk, technisch is er heel veel op te lossen. Maar het meest ingrijpende heeft toch te maken met de omgeving. En dat is de bereikbaarheid. En winkeliers van Wijkplein en op de andere delen, Kapsalon, nou ja, noem maar op. Waar we graag rekening mee houden. Dus daar zijn we druk mee bezig. Herinrichting om het veiliger te maken. De weg is al niet al te breed. Vinden er een hele hoop mensen, maar toch, er wordt behoorlijk hard op gereden. Hoe gaat u dat aanpakken? Ja, wat we gaan doen is het langzame verkeer scheiden van het wat snellere verkeer, dus gemotoriseerde verkeer, door verhoogde fietspaden aan te leggen. We gaan de inrichting van die al in de Loosstraat verderop, bij de hoogte van Lovelde, zeg maar, ligt, die gaan we doortrekken. Dus dat betekent verhoogde fietspaden met daarachter voetpaden. En we gaan de weg inderdaad wat smaller maken. De rijbanen worden smaller. Maar dat, in de huidige situatie zijn ze op zich wel redelijk breed. Maar dat komt vooral omdat daar de fietsstroken op gelijke hoogte naast liggen. Dus met het versmallen gaan we ook proberen om de snelheid te drukken. Dus, de snelheid dan, dan zijn er toch altijd mensen die het dan niet snel genoeg gaat. Mag er de nieuwe weg ook ingehaald worden? Nee, mag niet ingehaald worden. Dus we krijgen een dubbele doorgetrokken streep erop? Ja, er komt een doorgetrokken streep op. Ja. Dus als ik toevallig achter een bus sta, moet ik wachten totdat de bus weer gaat rijden? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Optisch gezien, hoe is het met de kleurstelling van de weg en de fietspaden? De weg wordt gewoon uitgevoerd in het zwart donkergrijze asfalt. En de fietspaden worden uitgevoerd in rode dubbelklinkers. Dat zijn stenen van 20 bij 20 centimeter. En de voetpaden ook in dubbelklinkers, maar dan gewoon grijs. En dat ligt op gelijke hoogte, ligt dat tegen elkaar. Dus daar waar een voetpad eventueel iets smaller is, kan er tijdelijk gebruikt worden, bijvoorbeeld door de plaatsing van een lichtmast, kan er gewoon op gelijke hoogte kan er even gebruik worden gemaakt van het naastliggende fietspad. Hoe waren de reacties van de buurt? Wisselend. We hebben een vrij redelijke discussie gehad over de zebrapaden. Daarvan heeft de wethouder besloten om ze te laten liggen. Dus dat is heel duidelijk. En daarnaast
ja, was er wat vanuit de buurt wat, waren de signalen dat de oversteek bij Kruigang onveilig was. Omdat fietsers, met name schoolgaande jeugd, de Loostraat zo oversteken. En ja, die situatie gaan we dus ook aanpassen. Ook in gedaan, ook in overleg met wijkplatformen. Dus ja, wat ik zeg, wisselend. Ja. Nu gaat het hele project ongeveer een maandje of 3-4 duren. Als mensen tussentijds wat willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Op het Van Wijkplein komt een infocenter te staan van de aannemer Düsseldorp. Daar is elke dag is er een aannemer of iemand van de aannemer aanwezig. Op een bepaald tijdstip. Die tijdstippen staan bekendgemaakt in het gemeentenieuws. Ik weet hem zo niet uit mijn hoofd. Volgens mij tussen 10 en 11 of 11 en 12. En daar kunnen mensen altijd met hun vragen terecht. Ja, er zullen dus maandagmorgen ongetwijfeld mensen zijn die via de Breestraat richting de Van Voorstraat willen. Alleen u rijdt dan echt tegen borden aan en u kunt niet verder. Alles moet dus om. Ook het busvervoer gaat dus via een andere route. Velen van u zullen misschien de wijn kennen en de druiven uit de schappen van de supermarkt of vanuit de wijnwinkel. Maar ook bij Mea Vota hier in Huissen maken ze wijn en kweken ze fantastisch lekkere druiven. Hoe dat het eindproduct tot stand komt, dat laat u in een volgende uitzending zien. Maar wat gaat er nu vooraf? Voordat de druif te eten is of voordat we er wijn van kunnen maken? Henk Kertsen vertelt ons daar alles over. We staan in een van de druivenkassen van Tuinbouwmuseum Mea Vota. Henk Kertsen, volgens mij bij de opbrengst van dit jaar aan het wegknippen. Ja, dat zou je wel zeggen. Maar als we dat niet doen, dan weten we zeker dat we ook niet veel straks kunnen verkopen. Want de kassen zijn overigens al lek. En als je dan ook nog een slechte herfst hebt, dan blijft de helft gaat rotten. Ja. En het is zo dat als je het niet bijna de helft eruit haalt, dus dat ruimte maakt van binnen, kunnen we zeggen. Want die tros die gaat straks zakken. Die druiven worden 3 keer zo groot. En dan weet je zeker dat het bekneld komt te zitten. En dan krijg je gegarandeerd rot, schimmels. En dan voor wijn kun je ze al helemaal niet gebruiken dan als er schimmels in zit. En voor de consumptie is het geen aangezicht om te verkopen. Ja. Dus je moet wel, vooral dit soort, dan moet je echt krenten, want anders dan blijft er niks van over. Ja, het zijn hoofdzakelijk historische druivensoorten die jullie hebben. Wat is dit? Ja, we hebben dus geprobeerd om in ieder geval de Frankentalen hierin te houden en een nieuw in te planten. En we hebben de Alicanten hier beneden hangen. En we hebben nog de Witte Emile. Dat is van oudsher hier aanwezig. We hebben inmiddels wel een paar nieuwe soorten gekregen. Wat men van zegt van, dat die witrouw meer dan resistent zijn. En dat je ze ook niet hoeft te krenten. Ja. Maar ja, het is oud hier wat er allemaal staat. Dus je wilt toch die oude rassen in hoofdzaak houden. Maar het is dan natuurlijk wel leuk voor de burger als ze straks kunnen zien dat die nieuwe soorten, dat waar de mensen niks aan hoeven te doen. Die kunnen ze dan ook eventueel, want deze hebben gesponsord gekregen, die nieuwe soorten. Dus ja, je moet ook van alles proberen om. In het Westland heb je ook een heemtuin met druiven. Daar zijn ze alle oude soorten vanuit het buitenland ook aan binnen te houden. Die hebben maar 40 soorten inmiddels. Mm-hmm. Maar ja, als je daaraan begint, dan moet je ook meer glas hebben. Ja. Want anders heb je het ook. Je zit vaak met sommige dingen. Meer dan moet je toch wat aan doen met bestrijding. En als je nieuwe soorten hebt, hoef je geen bestrijding aan te doen. Dus als je de helft van de kas nieuwe soorten hebt en de helft van de kas de oude soorten, dan zit je toch altijd dat de hele kas te pakken moet nemen. Ja. Ja. En dat, druivenkrenten, is dat een kunst? Het is een durf, vind ik. Mijn vader zei altijd, de grootste vijand die moet je aan druivenkrenten zetten. Want dan weet je zeker dat er genoeg uitgaat en dat die ook niet gaat stikken straks. En dat zie je ook aan de krenten die we hebben. Iedereen krent verschillend. Ja. En ik zeg altijd, jongens, begin maar. Ik kom direct wel even langs. Ja. Maar als je, zoals wij het doen, naar de bovenste stammen, zeg maar, kijk. We laten de bovenste 3 zitten en dan gaan we ruimte creëren voor de rest. Dan haal je er halfweg nog een keer een paar uit. En dan heb je al behoorlijk wat ruimte geschapen en dan hoef je ook niet zo heel veel meer eruit te halen. Ja, maar dat gaat ook het snelste. Maar als je het precies wil doen zoals de Westlanders het doen,
En we hebben hier een klein truitwijsland bij zitten. Ja, het scheelt de helft met werk, minimaal. Ja. En anders zitten we over 4 weken of 5 weken nog te krenten. Ja. Want we hebben wel 3 kassen, plus dat kleine kastje. Ja. Ja, dan kom je niet aan het eind. Ja. Ja. Als je nou ziet, jullie laten alles wat je eruit knipt, laat je vallen. Ja. Daar is ook nergens meer voor te gebruiken? Nee, echt niet. We houden ons vee voor? Er zit ook geen smaak aan. En het is niet bij elkaar te houden, want je kunt ja. Dan moet je de zak onderhangen, bij wijze van spreken, om het bij elkaar te houden. Dat, ja. Nee, daar kun je er niks mee. Ja. Nee. Druivenkruinten, ja, je zegt het durf. Kun je dat leren? Tuurlijk. Wij geven een paar keer, nou, ik geloof wel 4 keer gedaan, dat we een druivencursus geven. En dan vragen de mensen van hoe doen jullie dat en hoe zit dat. En dan zeg ik, nou, kom er maar bij straks. En dan stel de cursussen zo in dat in de druivenkrentenstijd, dat ze ook nog een keer op een zaterdagmorgen komen. Ja. Dus dat ze zien hoe wij het doen. Ja. En zo hou je ook iedere keer weer een paar mensen over. Ja. Alles bij je hebben, denk ik, op dit moment 10 druivenkrentes. Je hebt niet elke dag elke 10 bij elkaar, maar wel geregeld dat je met 4, 5 man bezig bent. Ja, want hoe lang duurt de tijd dat je krenten kunt of moet? Nou ja, je moet zo zien, als je met 10 man de kas ingaat, dan ben je toch bijna een week in zijn kas bezig. Ja. Dus 3 weken zijn we ook zo wat bezig. Ja. 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 Deze worden nu gekrent. Wanneer verwachten jullie ze te gaan oogsten? Ja, dat is ook tijdsverschillend. Vorig jaar het was alles 4 weken later. Vanwege het koude voorjaar. Ja. En toen konden we pas begin september en vond ik het nog eigenlijk vrij vroeg om de verkoop te doen. Want ja, dan heb je nog niet eigenlijk alle suikers binnen. Hoe kouder de nachten dat je krijgt en overdag mooi weer, krijg je meer suikers, krijg je ook meer alcohol. Dat is zo verschillend. We hadden voor een paar jaar terug hadden we maar 8,7% alcohol. Ja. Met een hele koude augustusmaand. Vorig jaar was de augustusmaand goed, hadden we 9,2%. Ja. Kijk, maar je moet eigenlijk uit durven te stellen, de oogst. Maar ja, de burgers die komen en die denken van, joh, druiven. Ja. Dus op een gegeven moment moet je wel beginnen. En vorig jaar zijn we dus de eerste week van september pas begonnen. Ja. Ja. Jullie maken ook wijnen. Maak je van alle soorten die je hebt wijn? Wij maken van onze, het zijn eigenlijk tafeldruiven, hè, die soorten die wij hebben. Ja. Behalve dan de Alicante. Dan maken we rode wijn van en rosé. En van het witte druiven maken we puur witte wijnen. Ja. Ja. Ik neem aan dat je die wijnen gaat verkopen en dat je niet die allemaal met de vrijwilligers opbrengt. Nee, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk kilo's te verkopen. Ja. Want we zijn met druk bezig om de herstuk die kassen op te knappen. Dit jaar gaat deze kas gebeuren. Ja. Met al het glas eraf, roeien eraf, gaat toch weer rond 40.000 euro kosten. Kijk, als wij zo rond de 1200, 1500 kilo verkopen, maar 4 euro. Kijk, daar hebben we toch weer een mooi beginkapitaal voor. Te kijken of we dan over 2 jaar of 3 jaar een andere kas kunnen pakken. Ja. Doe het in de wijn, ja, dan wil je maar 7 euro voor een fles. Dan gaat 65 cent voor de fles af, accijns. Ja, noem maar op, belasting, met de BTW. Ja. Ja, dan hou je 2, 3 euro voor een fles over. Ja. Dus we kunnen verbeterde kilo's verkopen. Ja. Als dat. En daarom proberen we toch een beetje wijn te maken van de trossen die niet verkoopbaar zijn, zeg maar. Dat we toch op jaarbasis proberen tussen de 400 en 500 liter wijn te hebben. Want dat hebben we zelf dan nodig voor de eigen verkoop en voor de verbruik bij ons in de kantine, zeg maar. Ja. Ja. De wijn is natuurlijk een opbrengst, de verkoop van de druif is een opbrengst. Kunnen mensen op een of andere manier nog op een andere wijze Mea Vota ondersteunen? Ja, wij zijn een stichting en wij doen dus alles binnen onze eigen kosten. We krijgen geen subsidie. We vragen wel op dat monument er zijn subsidiaal voor de herstel van de kassen en zo. Maar voor de rest krijgen we niks. Wat we wel hebben is inmiddels 60 vrienden van Mea Vota. Die minimaal 50 euro per jaar doneren. Er zijn er ook van 100 en ook nog meer. Ja. Ja. Dus dat is ook een vast inkomen wat we hebben. We ontvangen heel veel schoolklassen. Maar ook ouderen van de huiskamer en noem maar op die hier komen. Maar dat is allemaal gratis. Die geven we koffie. Alleen als ik een consumptie neem, moeten ze dat betalen. Ja. Maar die betalen geen entree of niks. Daar hebben we ook nog een beetje uitleg bij. En die scholen ook. Die krijgen altijd wat fris te drinken met een filmpje en rondleiding. Maar we zijn ook bezig met het Gelders erfgoed. Om toch een soort lesprogramma te maken voor de scholen. Dus dat we toch nog meer leerlingen kunnen gaan ontvangen. Mm-hmm. Ja, en die adviseren eigenlijk om dan toch minimaal 2 euro per leerling te gaan vragen. Ook voor de kosten die je maakt. Ja. Maar ja, we hebben dan wel elke dag of 2 dagen in de week willen ze dat gaan doen.
toch maar 3-4 vrijwilligers nodig. En die moet je ook maar weer, die dat willen doen en kunnen doen. Heb je niet op schap liggen. En dan zit je wel elke week eraan gebonden. Ja. Ja. Maar ja, we zijn bezig met dat programma. En ik vind het ook wel goed dat we die jeugd er toch nog weer meer bij betrekken. Want ja, we zijn allemaal wat ouder en wat hier rondloopt. Ja. Is allemaal boven de 50. Dus die willen die jeugd ook meegeven. Ja. Niet dan. Ja, wordt vervolgd, zullen we zeggen. Afgelopen woensdag stonden een hele hoop kinderzenders op zwart. Want 's middags was het landelijke straatspeeldag. Ik zal me er bijna even slikken. En dat was niet alleen in Huissen, maar ook in Gent. En wij begonnen in Bemmel. In Bemmel was het echt op straat spelen in het klein. Een bewuste keus. Alleen lekker de kans krijgen om op straat te spelen. In Gent had de speler tegen het initiatief genomen en bij Providentia was het genieten voor de kleinste. In Huissen heeft het een waar, Huissen heeft het er een waar evenement van gemaakt van de straatspeeldag. Twee grote pleinen en een straat waren afgezet en meer dan 1200 kinderen kwamen tijd tekort om aan alles mee te doen.
que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, que no te gusta el reggae, me dices y yo te digo, el reggae es en tu corazón cuando está encendido, que no te gusta el reggae, 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 me dices sentado al río. El agua refleja tu cara que siente tristeza de verte vacío. Te digo reggae music tiene mucho para dar. Te digo que escuchas rhythm, lyrics and style. Se suma la tormenta y la noche te despierta. Vibras y descubres en un mundo espiritual. Espiritual. Ja, een fantastisch evenement, die straatspeeldag. Eindelijk voor de kinderen weer zijn gelegenheid om lekker gewoon, zoals wij dat vroeger, op straat konden spelen. In Bammel werd ook gespeeld, namelijk in een hele grote zandbak op het Kenkelplein. Daar was rugbyclub Bammel actief. En ook daar zijn we zelfs van de morgen nog even wezen kijken. We gaan het afspraken maken, dan gaan we beginnen het nieuwe seizoen. Op 26 januari 1980 werd de eerste rugbytraining onder de leiding van Bert Bode, destijds trainer van het Nederlands studententeam, gehouden. De opkomst was met 31 man erg groot. Er werd wat getraind op conditie en op balvaardigheid en zelfs het tackelen kwam ook nog aan de orde. De training werd afgemaakt met een oefenpartijtje. De activiteiten dit weekend was met name bedoeld om de jeugd nog meer geïnteresseerd te krijgen in een sport met de fantastische naam rugby. Boos, Arthur,
Ja, en u heeft het misschien gezien, ook meisjes, zeker jonge dames, zijn van harte welkom. En ik was daar vanmorgen en het waren met name de dames die het fanatiekste aan het spelen waren. Goed, voordat ik deze uitzending ga afsluiten, natuurlijk nog een felicitatie naar alle vaders, want het is vandaag Vaderdag. Ik hoop dat uw familie wat leuke verrassingen voor u in petto heeft. Nogmaals, wij zijn te zien op kanaal 31 UPC en het kanaal 629 bij KPN. En natuurlijk via onze website, uitzending live. Dan kunt u kiezen tussen televisie en radio. En u kiest dan uiteraard televisie als u op zondag de live uitzending of info kort wil volgen. De herhalingen voor de rest op elke dag. Om 3 uur en om 17:30 s'avonds. Voor vandaag wil ik u bedanken voor het kijken naar Lingewaard Lokaal. Maak er een fijne dag van en graag tot volgende week zondag.